birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. If you beat, hula. Oh my god, mensen. Vandaag is zondag en mijn verjaardag. Dus zeg. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday for me. Happy birthday to you. Piep, piep, piep. Piep, piep. Voilà. Dus, nieuw dag, nieuw vlog. Wat gaan we doen vandaag? Ja, we zijn dus nog altijd in Mallorca en vandaag gaan we een keer een heel grote wandeling doen. We gaan van hier, dus we zitten eigenlijk buiten Palma in San Agustin of wat is. En we gaan te voeten naar Palma, dus ik denk dat het 7 kilometer is of zo. Dus dat gaan we nu een keer doen. Het weer is wel niet zo ideaal, het is een beetje wind. Het is maar eigenlijk wel ideaal voor te wandelen, want het is niet te warm nu deze keer. Dus we zijn vertrokken voor een grote wandeling. En ja, we gaan het wel zien, hè, mensen, wat er allemaal gaat gebeuren. Goed, allez, let's go! Yo! Oké, we zijn 10 minuten weg. We beginnen al te regenen. Joepie! Maar we geven niet op. We blijven doorgaan. Wat is geen regen? Maar wat is het dan? Stortregen. Ah ja, maar ja. Ik ben dat ze niet wel gaan aan stortregen, ze. En anders pakken we maar een massage. Weet nog? Vorige keer dat we hier gepasseerd. Bij die Chinese massage gedoe. Ze lag er in haar zetel te slapen. Met haar mond zo heel open, met haar benen open. Jongens, dat. Zo zegt. Goed, allee, we gaan verder. Let's go. Voilà, en als je wandelt, komt het dan ding tegen. Dus hier zijn we bij de Jardin de Marivan. En want hier gevraagd, en dat is hier blijkbaar één hele grote tuin dat je kan bezoeken. Dus met een expositie van een of andere kunstenaar. En het is gratis, dus wat gaan wij doen? Profiteren van de situatie. Let's go! Voilà, dat waren de jardins. De jardin. In Espanol. Espanol. Goed. Ja, maar het was daar iets een beetje speciaal, hè? Het was er vol van de camera's, vol security. Achter die muren dat we nog altijd aan het lopen zijn, mega verre, dat is nog altijd van de zaalste, ja, zaalste, hoe zeg je dat, eigenaar of weet ik veel. Want het waren ook allemaal gesloten hekken. En daar, een beetje naar boven, stond er een mega, mega grote villa. Dus volgens mij is dat van een of andere rijke, weet ik veel wat. Minister of burgemeester of ja, ik weet het niet, hè? Ja, een politieker of diplomaat. Maar het was altijd iets heel speciaal. Want Anouk zei al tegen mij van, ja, ga maar anders een keer kijken voorbij dat hekken. En in een keer was er een heel filmscenario in mijn hoofd van In a Mystical Land. Maar ik heb niet gezegd, we gaan maar kijken. Doe even mee. Ja. Maar doe gewoon. Maar loop ik niet voor mijn voeten? Maar doe. Ja, kijk, heel mijn sfeer is weg. Ja. Ik ging zo'n hele trailer zijn, ja, zo, wat er kost gebeuren. Ah ja, het is weg. Oké, maar toch. In a Mystical Land. Of Mallorca. Island. On a Mystical Island. Mallorca. Kevin van der Kerkhove and Anouk Amay were walking in the Jardin. But Anouk Amay saw a house and she said, hey, zullen we dan een keer gaan kijken anders? Hey? And I was like, no, it's too dangerous. But she didn't listen, like always. So she opened the gate, but then a big explosion uncovered the truth of
De Jardin House. Zeg maar dat 40 jaar, want dan so, is now, a new movie called... The Mystery of Mallorca. The Mystery Jardins of Mallorca. Ik ben 40, ik ben nogal tannoezel. Oké, let's go. Dus Anouk heeft ook gelijk over iets. Dus Anouk heeft vroeger nog lang tijd in McDonald's gewerkt. Als manager. Sorry mevrouw. Maar dus we zijn nu bij een McDonald's hier in Spanje. En Anouk heeft dus gelijk. Ze verkopen dus ook andere dingen. Dat is een Quattro de Libra. Nog nooit van gehoord. En dan hier en ze Cheese Roll Double. Dat is met. Ja, weet ik veel allemaal ertussen. Dat is niet. En dan hier McFlurry Cornetto, dat moet wel goed zijn, basic. Dat moet echt lekker zijn. Ja, en hier, Shaker Fries Sour Cream, what the fuck? Ja, een mini flurry. Een mini flurry? Apple pie. Dat zou wel in een mondje passen, hè? Een keer een apple pie. Zo bit men. Oké, wat verder. Maurice, ik weet dat je kijkt naar al de vlogs, dus we hebben iets gevonden voor u ook, hè? Kijk hier! Een Jurassic Park videospel. Kijk hier! Als dat niet cool is. Cool, hè? Kijk, zo met schieters en al. Ja, mannetjes! Oh yeah! Hey Maurice, ik ga dat nu speciaal voor u spelen. Hè. Hier is 1 euro. Voilà, dan moet je in. Ja, en dat gaat niet. Voilà, zie je. Play it in. Ah, we gaan T-Rex spelen. Hè. Voilà. Maurice, dan gaan we. Back sheet, man.
veel zit. Ja man. Nou moest Maurice hier ook zijn, hè? Moest hij naast mij zitten, dan zat hij al twee te spelen. Voilà, we zijn hier dus nog altijd aan het wandelen en hier is er een Toys R Us. Maar het is zondag vandaag, het is niet open. Maar misschien dat we morgen een keer terugkomen, want ik wil wel een keer binnen gaan in die winkel. Ik heb er al zo'n life-size Deadpool gezien voor 1400 euro. Oké, dat is veel geld. Die gaat vertrekken, basic. Ja, santé. Ja, dus we hebben daar zo'n life-size Deadpool gezien voor 1400 euro. Ja, dat is veel geld, maar eigenlijk valt dat nog goed mee. Want in Pijs, als je dat in België koopt, dan is 2500 betaald voor zo'n. Maar ja, het is niet dat ik dat ga kopen, want Pijs dat is juist niet in mijn koffer geraakt. Goed, oké, we gaan een beetje verder wandelen. Let's go. Ja, hoe meer dat je komt, hoe meer dat je ziet. Maar nee, ik wil zeggen, je komt altijd maar nieuwe dingen tegen. Nieuwe pleintjes, nieuwe straatjes, nieuwe gebouwen. Dat is juist, wat was dat voor gebouw? Heb jij gelezen of niet? Het was geen kerk, hè? Nee, het was een kwartaal dat er een of ander bekende ding gebouw. Oh ja, een schoon gebouw. Weet ik veel wat dat is. Eigenlijk, heel die historiek interesseert me eigenlijk altijd niet. Ik kijk zo van, oh wauw. Ja, dat. Ik moet alles lezen en dat is wat was. Dit interesseert mij geen meter en ook zeker geen Peter. Ja. We zijn hier in een mega chique t-shirt winkel en ik ga de ding kopen. An apple a day, you die anyway. Dus echt de max van de winkel. Ah, ze zijn nu al weg meteen. Oh, ze is al weg. Oké, sorry. Jepla, pizzatje. Dus ja, we hebben dus besloten voor pizzatje te eten. Voilà ze. Maar we gaan hem gewoon delen, we gaan niet elke een pakken, want alles is groot genoeg en we krijgen het toch niet op. Het was een minuutje van een pizza met een drankje voor 12,90 euro, dus dat is niet verhaald. Dus gaan we dat nu even gewoon opeten. Lekker, free, lekker.
Voilà, zie. We zijn op de terugweg naar het hotel, maar het is nog een heel eind. We zijn weer aan het wandelen langs de bootjes. Daar juist wou Anouk nog een dessertje en heeft ze een pretzel gekocht en ik een mini donut met chocolade. Maar we gaan dat opeten in totaal. Dus yummy yummy. Er is nog een eindje te gaan, zo zoetke. Yep. Yep. We zijn hier bij La Casita en nog een koffietje aan het drinken. We zijn bijna aan het hotel, eindelijk. Maar nu is het laatste stuk altijd maar omhoog en omhoog. En Anouk zei van, we gaan een koffietje drinken om op kracht te komen. En toen gaan we weer naar boven kunnen lopen. Dus we gaan nu een koffietje drinken hier. Voilà. En ondertussen heb ik de wifi gevraagd. En dan ga ik hier al mijn verjaardags complimentjes beantwoorden en bekijken en weet ik veel. Dus ja, het gemakkelijke nog. Voilà, we zijn aan het laatste zware stuk gekomen. Zo. En zo naar boven, maar dat had dan nog zo en zo. Hopla. En dan ook ziet zitten ze. Hey, café doet deugd, ja? Allee. Whew, let's go. Wat blijf? Ah, wil de koek? Ah ja, ze moet nog een pretzel opeten. Ah ja, het is moet nog mijn donut opeten. In dat geval. Let's move! Oh, wel moe. Goed, alle, naar boven. Let's go! Voilà, zie, de grote wandeling is gedaan. We hebben bijna 18 kilometer gedaan. En ondertussen hebben we een beetje op bed gelegen, maar kost niet slapen. We hebben toen een beetje gedoucht, ons gewassen en tandjes gepoetst en ons verfrist en al de nutse klets. En voilà, Noeks kreeg een kleedje aan. Ik heb ook mijn proper kleertjes aan. En nu gaan we op restaurant. Voor mijn verjaardag. Voilà, kijk. En mijn pa ook een keer naam dan. Ja, jongen. Hé, hey, wat is dat, hè? Wat, hè? Ja, het is hier zo heel omlaag. En best ambetant, want je moet je de hele tijd er zo tegenhouden en zo voor naar beneden te gaan. En ik ga veel liever met trappen naar beneden dan dat je zo heel tijd zo schuin je eigen moet tegenhouden. Dat is meer ambetant. Maar goed, allez, we zijn er. We gaan een beetje heen. Let's go. Voilà, die meest. En ondertussen zijn we terug in het hotel. En het was meer lekker. Hoe noemt het dat restaurant eigenlijk? Weet jij nog? Por Catalonia. Por Catalonia. Benend. Ja? Noemde dat zo? Hij had dan een foto van. Wat zoek ik het beste keer op? Het beste dat ik mijn vlog ga afsluiten. Dus voilà, mensen. Allemaal bedankt om te kijken. Dat was de vlog. Dus iedereen die mij een berichtje stuurde voor mijn verjaardag, dikke dankjewel. Iedereen die mij geen berichtje stuurde voor mijn verjaardag, ook dankjewel. En ja, dat was het even vandaag. Dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer op mijn kanaal. En hoe noemde het? Hoe noemde het weer?
Port Calanova. Calanova. De restaurant noemde Port Calanova. Dat is wel anders. Of u Port Calanoni? Goed, allee, allemaal bedankt om te kijken. Salutjes, hè. Yo, yo, yo.